dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 4HVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik met jullie SOLT 39 en SOLT 40 bespreken. Die gaan over de cosinusregel en misschien zit er ook wel een sinusregel in. Dus laten we even kijken. Ik heb hier een schets staan, maar ik ben niet blij met die schets, dus die haal ik weg. We zetten even de rekenmachine in beeld voor jullie, want dat is wel belangrijk dat jullie dat ding kunnen zien. We gaan natuurlijk weer dingen uitrekenen en ook weer gebruik maken van de geheugens in de rekenmachine. Dus laten we even kijken. SOM 39. Van een parallelogram ABCD is AB 10. Dus dit is een parallelogram. Overstaande zijden zijn evenwijdig aan elkaar. Dat kun je zien aan deze mooie symbooltjes die ik erin heb staan. Diagonalen zijn in deze som belangrijk en diagonalen snijden elkaar in punt S. En AB was 10, dus CD is ook 10 en dat is even lang. En de diagonalen van een parallelogram die snijden elkaar midden door. Dus als diagonaal AC 14 is, dan is dit stukje 7 en dan is dit stukje 7. En als diagonaal BD 9 is, dan is dit stukje 4,5 en dit stukje ook 4,5. Oké. Okay. Dat betekent dat we bijvoorbeeld van driehoek ABS alles weten. Dat is best wel spannend. Maar ze zeggen dat we BC moeten uitrekenen. Dus BC zit in driehoek BCS. En van driehoek BCS weten we die zijde en die zijde. En verder weten we niks. Dus wat we zouden kunnen proberen is deze hoek uit te rekenen. Deze hoek S. Deze hoek BSC. Als we hoek BSC moeten weten, dan is het voldoende om hoek ASB te weten, deze hoek. En deze hoek zit in driehoek ABS. En van ABS weten we alle zijdes. Dus we kunnen voor ABS de cosinusregel gaan opschrijven. Dus eerst eventjes, misschien moeten we dat nog even in herinnering roepen, de sinusregel en de cosinusregel. Want je wordt geacht die dingen uit je hoofd te kennen. Dus voor de mensen die dit saai vinden, die kunnen natuurlijk gewoon doorspoelen naar dat ik verder ga met de som. Maar heel eventjes de terminologie die we hebben geleerd. Je hebt een driehoek, ABC. De hoeken heten alfa, beta en gamma. De zijdes hebben de naam van het hoekpunt wat er tegenover ligt. Deze zijde heet A, deze zijde heet B, deze zijde heet C. De sinusregel zegt dat A gedeeld door de sinus van alfa gelijk is aan B gedeeld door de sinus van beta, gelijk is aan C, gedeeld door de sinus van gamma. En we moesten ook nog opmerken dat als je de sinus van 180 graden min een hoek hebt, dat dat gelijk is aan de sinus van de hoek. En dat betekent dat als je met de, of het gevolg hiervan is, dat als je met de sinusregel een hoek berekent, dat er dan altijd twee antwoorden zijn. Namelijk de hoek die je uit je rekenmachine krijgt en 180 graden min die hoek. Daar moet je rekening mee houden. Dus als het aan de orde komt, dan zullen we dat vertellen. Nou, verder, dit was dus de sinusregel. Je had ook de cosinusregel. En er zijn drie varianten van. Namelijk a kwadraat is b kwadraat plus c kwadraat min 2bc cosinus alfa. En je kon er ook nog andere regels van maken door die a, die b en die c en de alfa, beta en gamma cyclisch te verwisselen. Dus een a wordt een b wordt een c wordt een a, min 2... AC, cosinus en die alfa wordt een beta. Nu heb ik alles één plekje opgeschoven. Dan kan ik nog een keer doen. Maak hier een C van, C kwadraat. Hier maak ik A kwadraat van, hier maak ik B kwadraat van. Dus C kwadraat is A kwadraat plus B kwadraat. Min 2 BC, of AB, sorry. Cosinus gamma. En ja, deze regels zijn allemaal hetzelfde, want als ik deze driehoek nou anders noem, als dit punt A is en dat punt B en dat punt C, dan bewegen al die andere dingen mee. En dan is dit gewoon hetzelfde als die. Dus eigenlijk, je kunt je afvragen hoeveel zin het heeft om hem drie keer op te schrijven, maar misschien leer je hem dan beter. Oké, maar wij willen die regel toepassen in driehoek ABS. En dat is niet echt een standaard driehoek ABC, dus ik ga de zijdes nu gewoon opschrijven met hun echte naam en de hoeken ook opschrijven met hun echte naam. Dus cosinusregel in driehoek ABS. Ja? We weten al die zijdes en we willen hoek S weten. Dus dan gaan we de cosinusregel gebruiken waarin die hoek S voorkomt. En dat betekent dat de zijde die alleen staat,
dat de zijde is die tegenover die hoek is. Zie je dat? Als het om hoek alfa gaat, staat hoek A in zijn eentje. En hier krijg je dan die andere twee zijdes terug. En als het om hoek beta gaat, dan staat B in zijn eentje. En als het om gamma gaat, dan staat C in zijn eentje. Dus het gaat nu om deze hoek. Dat betekent dat AB in zijn eentje staat. AB kwadraat. Nou, die andere twee zijdes die komen er dan bij in het kwadraat. Dus dan heb je AS kwadraat plus BS kwadraat. Min 2. En dan nog een keer die zijdes. Dus AS keer BS keer de cosinus van de hoek waar ik in geïnteresseerd ben. Ben hoek ASB. Zo. Nou, dan gaan we alles invullen wat we weten. AB is 10. AS is 7. BS 4,5. Min 2 keer 7 keer 4,5. Keer de cosinus van hoek ASB. Ja. En nu kunnen we dit naar de andere kant brengen. En delen door dat. Dus dan krijg je, laten we dit naar de andere kant brengen. Dan zijn we van het minteken af. Dat is wel fijn. Dus dan hebben we 2 keer 7 keer 4,5. Even kijken, dat kunnen we wel uitrekenen, toch? 2 keer 4,5 is 9. 9 keer 7 is 63. Dus daar staat er 63 keer de cosinus van hoek ASB is gelijk aan. En dan die 7 kwadraat plus 4,5 kwadraat min 10 kwadraat. Dat kunnen we ook al even uitrekenen. We hebben immers een rekenmachine, hè? Even kijken. Dus 7 kwadraat plus 4,5 kwadraat. Min 10 kwadraat. Oké. Dat is een negatief getal. Dat is min 30 3 vierde. Hè? En dan is de cosinus van die hoek is die gedeeld door die. Dus die hoek is gelijk aan de shift cosinus van min 30 3 vierde gedeeld door 63. En dat kunnen we intoetsen. Dus we doen shift cosinus van die min 30 1 vierde. Die heb ik nog in mijn ans staan. Dus die kan ik makkelijk zelf intoetsen, maar dat is niet nodig. Gedeeld door 63. En dat geeft een hoek van... dan moet je rekenmachine even op graden worden gezet. Kijk, dan doe je mode en dan zet je hem op degree in plaats van radian. Ja, en dan moet je het nog een keer intoetsen, maar nu is mijn ans niet meer goed. Dus als ik nu zomaar dit opnieuw intoets, dan werkt het niet. Dus ik moet eerst dit opnieuw intoetsen, zo. En nu ga ik terug naar die cosinus, zo. En die hoek is 119,2 puntje, puntje graden. Hiermee moeten we nog verder rekenen. Ik schrijf het antwoord niet helemaal op, ik rond het ook niet af. Ik zet er puntje, puntje, puntje achter. En dat betekent dat ik in mijn rekenmachine gewoon mee verder ga rekenen zonder dat het afgerond is. Dus dit heb ik nu in geheugen aangezet. En dat zorgt ervoor dat als ik straks dit getal nodig heb, dat ik dan gewoon die A kan oproepen. Oké, maar we zijn er niet. Nu weten we die hoek. Die hoek is 119,2 graden. Hoe groot is dan die hoek? Nou, 180 graden min, want deze twee hoeken zijn samen 180 graden. Dus nu kan ik in BCS ook de cosinusregel toepassen, waarin ik nu deze zijde wil berekenen. Ik weet die hoek, ik wil die zijde berekenen. Dus de cosinusregel ziet er weer zo uit. De hoek en de zijde die staan aan verschillende kanten. De cosinus staat aan de ene kant en de zijde van de hoek die in de cosinus zit, staat apart. Dus BC kwadraat is gelijk aan. Dus nu zitten we in driehoek BCS. En BC staat apart. Dan heb ik de BS kwadraat en de CS kwadraat. Min 2 BS keer CS keer de cosinus van die hoek. En die hoek weten we, dat is 180 graden. Min die 119,2. Puntje, puntje graden. Ja? Ik had het andere eigenlijk ook al kunnen invullen. Dus BS kwadraat is 4,5 in het kwadraat. CS kwadraat is 7 in het kwadraat. En 2 keer 4,5 keer 7. Dit doet me een beetje denken aan wat we daar ook deden. Is het niet gewoon hetzelfde? Nee, het is niet gewoon hetzelfde, want die hoek is anders. We hoeven niet bang te zijn dat er 10 uitkomt in ieder geval. Zo. Dit is gewoon iets wat we kunnen uitrekenen. Dus laten we dat gewoon maar doen. Dus we doen 4,5 in het kwadraat plus 7 in het kwadraat.
2 keer 4,5 keer 7. Keer de cosinus van 180 graden min die hoek. En die hoek had ik in A gezet. Dus nu doe ik dit. 180 graden min A. Want A is die 119,2. Nou, dan komt een getalletje uit. Dat is 38,5. Dat is op zich wel mooi dat er een mooi getal uitkomt. Maar dat is BC kwadraat. Dus BC is de wortel van die 38,5. En dat kunnen we ook uitrekenen. Het voordeel is dus van die gekke intoetsmethode van mij, dat je hier op een mooi getal uitkomt. Want dat zal wiskundig dan wel zo zijn dat je op dat getal uitkomt. Maar als je hier was gaan zitten afronden met 119,2, dan had je hier geen 38,5 meer gehad. Dan had je een heel lang getal gehad in de buurt van de 38,5. Dus extra punt voor de slimme opschrijfmanier van meneer Snel. Even kijken, bereken BC in 1 decimaal nauwkeurig. Dus het antwoord 6,2 1 decimaal nauwkeurig. En dat sla ik ook even op in B. Want daar moeten we misschien nog mee verder rekenen bij som B. Oké, dus dit stuk is 6,2 en dat zit in geheugen B. En deze hoek die zit in geheugen A. Dat hebben we geleerd van som A. Oké, dat was som A. Gaan we even kijken naar som B. Wat willen ze bij som B? Bij som B zeggen ze, bereken de oppervlakte van ABCD in 1 decimaal nauwkeurig. Oké, oppervlakte van een parallelogram. Wat was het ook alweer? Nou, de manier waarop ik het onthoud is dat ik zeg van, kijk, een parallelogram is eigenlijk gewoon twee driehoeken. Twee dezelfde driehoeken met een basis, in dit geval van 10, en allebei dezelfde hoogte. Dus de oppervlakte van één zo'n driehoek is een half keer basis keer hoogte. Maar omdat het twee dezelfde driehoeken zijn, wordt het gewoon basis keer hoogte. Dus 10 keer de hoogte. En de hoogte moet ik nog uitrekenen. En de hoogte die zit hier. Dit is de hoogte. Dus de vraag is even, hoe kunnen we dat uitrekenen? Nou, we weten nu alles van dit parallelogram, maar we hebben nog geen hoeken uitgerekend. En eigenlijk boeit ons dat ook niet echt. Ja, ik denk dat ons dat wel boeit. Want ik denk dat als je nou gewoon hier die hoogte tekent, stel je voor dat je deze hoogte wil weten. Nee, je weet dat je weet de lengte van dit, dat is die 6,2, hè, afgerond. Maar we gaan natuurlijk verder rekenen met onafgeronde getal. Als het nou lukt om deze hoek te berekenen, dan kunnen we vrij makkelijk deze zijde berekenen. Want dan zeg je van, hey, dit is een rechthoekige driehoek. Hè, door de hoogte te tekenen heb ik een rechthoekige driehoek gemaakt. En in een rechthoekige driehoek heb ik, als ik deze hoek heb, hier de overstaande, hier de aanliggende, hier de schuine zijde. De schuine zijde kennen we, de overstaande zijde willen we weten. En de hoek die kunnen we misschien wel berekenen met de cosinusregel. Oké, gaan we de hoek berekenen met de cosinusregel. Want ja, we hebben alleen nog die hoek hier aan de binnenkant. En dat geeft nog net niet genoeg informatie voor die hoeken die hier aan de onderkant zitten. Dus ik denk dat we gewoon even in driehoek ABD moeten gaan werken. Dus in driehoek ABD hebben we de cosinusregel. En dan moeten we opmerken dat we deze hoek willen weten. Dus dat betekent dat de zijde tegenover die hoek, die BD, die moet alleen komen te staan. Dus dan zeg je BD in het kwadraat is gelijk aan AB kwadraat plus AD kwadraat min 2 AB keer AD keer de cosinus van de hoek die ik wil weten. En dat is hoek BAD. Hè? Die hoek heb ik nodig om uit te rekenen hoe hoog dit is. Want ik wil graag de sinus van die hoek weten straks. Oké, nou we weten alles behalve die hoek. Dus dat gaan we invullen. BD was 9. 9 kwadraat is 10 kwadraat plus die AD kwadraat, dat was die 6,2 puntje puntje kwadraat. Hè? Min 2 keer 10 keer 6,2 puntje puntje keer de cosinus van hoek BAD. Nou ja, dus dan brengen we dit naar de andere kant. En dan staat er dat 20 keer die 6,2 keer de cosinus van BAD. He, ik heb die 2 keer 10 vast uitgerekend, maar die keer die 6,2 nog wat ga ik niet lopen uitrekenen, want dan heb ik weer een tussenantwoord wat ik moet opslaan. Dat vind ik niet leuk.
En aan deze kant heb ik 10 kwadraat plus 6,2 puntje puntje kwadraat min 9 kwadraat. Dus ik krijg hier dat die hoek BAD is de shift cosinus van die gedeeld door die. Dus 10 kwadraat plus 6,2 puntje puntje kwadraat min 9 kwadraat gedeeld door 20 keer de 6,2 puntje puntje. En dan zeg je van ja, waarom schrijft u het zo uitgebreid op? Ik schrijf het zo uitgebreid op omdat ik niet met die stomme tussenantwoorden wil werken. Dat vind ik te veel werk. Dus ik schrijf gewoon op wat ik ga intoetsen in mijn rekenmachine. Toets ik het in één keer in, heb ik het antwoord. Maar als jij graag met tussenantwoorden wil werken, mag dat ook. Dus de shift cosinus van 10 kwadraat. Oh, misschien moet ik wel eventjes haakjes in mijn shift cosinus doen. Haakje openen, de bovenkant. 10 kwadraat. Plus die 6,2, maar die zat in geheugen B. Dus geheugen B kwadraat. Dat is trouwens gewoon die 38,5, hè, B kwadraat. Min 9 kwadraat, dus dat had ik ook een stukje handiger kunnen doen. Gedeeld door 20 keer die 6,2. En die zit in geheugen B, zo. Oké. De hoek is 62,3 puntje puntje graden. Oké. En dat zet ik even in geheugen C. Dus opslaan in geheugen C. Ja, kan geen kwaad om dingen op te slaan. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je het niet nodig hebt. En dan, dan kun je dat geheugen weer voor iets anders gebruiken. Oké, dus nu weten we die hoek. Deze hoek weten we nu. Deze hoek is 62,3 puntje puntje graden. En omdat we nu weten hoe lang dit is, kunnen we met de overstaande en de schuine, dus overstaande en schuine sinus, met de sinus van deze hoek kunnen we uitrekenen hoe groot die hoogte is. Dus we gaan zeggen, de sinus van hoek BAD is gelijk aan de overstaande, dat is de hoogte gedeeld door AD. En die hoek weten we en die AD weten we, dus de hoogte kunnen we uitrekenen, eventjes met een verhoudingstabel, die keer die, die keer die. Dus de hoogte is AD, dat is die 6,2 puntje puntje, keer de sinus van die 62,3 puntje puntje. Zo. Oké, nou, dat rekenen we ook maar uit. Dus dan krijg je de B keer de sinus van de hoek. En die hoek zat in C. De hoogte is iets van 5,4 puntje puntje. Die sla ik even op in D. Je bent trouwens niet verplicht om op je toets op te schrijven waar je dingen op slaat. Maar ik schrijf het gewoon voor mezelf op en dat ik het anders vergeet. Dus de oppervlakte van dat parallelogram, dan moest je nog eventjes de basis vermenigvuldigen met het getal. 10 keer de 5,4 puntje puntje. Hoeveel decimalen? Op 1 decimaal nauwkeurig. Dus dit getal doen we nog even keer 10. En dan kom je uit op 55,0 oppervlakte. 55,0 vierkante centimeter als het allemaal centimeters zijn. Nou, dat is mooi. Dat was som 39b. Dan gaan we ook nog even naar som 40, want som 40 is ook een leuke som. We hebben de sinusregel niet nodig gehad bij 39, maar misschien bij 40 wel. Ja, misschien ook wel weer niet trouwens. Even kijken, ze zullen het je AC berekent. Nee, ik denk dat dit wel iets is wat met de cosinusregel kan. Maar goed, ik wil ook nog een keertje iets bespreken waar je ze allebei voor nodig hebt. Want dat is natuurlijk typisch iets wat op een toets ooit een keer gevraagd zou kunnen worden natuurlijk. Hè, en soms waarbij je zelf moet nadenken, moet ik de sinusregel gebruiken of moet ik de cosinusregel gebruiken. En je weet het al, als je een hoek hebt en de tegenoverliggende zijde weet je ook, dan ligt het voor de hand om de sinusregel te gebruiken. Als je alle zijdes weet, of je weet alleen een hoek en de tegenoverliggende zijde, en iets anders, dan gebruik je de cosinusregel. Dus. Oké, som 40, wat willen ze daar? Van driehoek ABC, dus een grote driehoek ABC. Zo. En dan heb ik hier A, hier B en hier C en hier D. AB is 8, AD is 6, BD is 3, DC is 4... Oké, allemaal mooie getallen. Hè? Dat zal wel snel afgelopen zijn met alle mooie getallen. Ik denk dat dit zal dan wel geen mooi getal meer zijn.
Oké, nou, die gegevens die in de som staan, die heb ik ook in de schets staan. En ze zeggen bereken AC, ze willen weten hoe lang dit is. Oké, nou, van deze driehoek weten we nu bar weinig. We weten van de grote driehoek weten we twee zijdes, namelijk AB en AC en BC. En AC moeten we uitrekenen, maar we weten geen hoek. Dus ik denk dat het voor de hand ligt om deze hoek te berekenen. Want als we deze hoek weten, deze hoek zit zowel in de kleine driehoek ABD als in de grote driehoek ABC. Dus als het lukt om in de kleine driehoek deze hoek te berekenen, kunnen we hem in de grote driehoek gebruiken om die zijde te berekenen. Allebei met de cosinusregel. Dus het gaat om die hoek B. En in de cosinusregel staat de hoek, als de hoek in de cosinus zit, dan zit de zijde tegenover de hoek. Dus die DA zit alleen. Dus je krijgt hier 40A. AD in het kwadraat is gelijk aan die andere twee zijden, dus AB kwadraat plus BD kwadraat min 2 keer, en dan diezelfde zijdes die je net ook hebt opgeschreven, keer de cosinus van die hoek B. En er is maar één hoek B, dus ik hoef niet moeilijk te doen met die aanduiding hier. Dus invullen. AD is 6, 6 kwadraat is 8 kwadraat plus 3 kwadraat min 2 keer 8 keer 3. Keer de cosinus van hoek B. Nou, dit zijn allemaal vrij makkelijke getallen. Dus we brengen die cosinus even naar deze kant. Dus dan krijg je 48, hè? 6 keer 8. 48 keer de cosinus van hoek B is gelijk aan, en dan hebben we 8 kwadraat plus 3 kwadraat min 6 kwadraat. Ja, weet je, ik ben niet van de hoofdrekengeneratie, hè? Dus laten we maar eventjes kijken. 8 kwadraat plus 3 kwadraat. Jullie weten natuurlijk al lang wat dat is. Zo. Min 6 kwadraat. Zo. En dat komt dan uit 37. Dus de cosinus van hoek B is 37 gedeeld door 48. Dus hoek B is de shift cosinus van 37 gedeeld door 48. En dat rekenen we even uit. Dus de shift cosinus van 37 gedeeld door 48. Ik had 38 hier opgeschreven, dat moet 48 zijn. 37 gedeeld door 48 geeft, shift cosinus, shift is niet meegekomen. Dan kan je hem gewoon overschrijven, dan doe je shift. Shift. Nou ja, shift cosinus. En nu doet hij opeens een shift cosinus. Zie je dat? Dus die hoek is 39,5 puntje puntje. Zie je dat ik niet afrond? Ik schrijf puntje puntje op. En ik zet hem in geheugen A. Want ik wil er nog wat mee doen. Dus opslaan in geheugen A. Zo. Oké. Hij zit in geheugen A. Mooi. En dan wilde ik die AC berekenen. Nou, het leuke is nu, in de grote driehoek ABC weet ik nu genoeg dingen. Want ik weet namelijk de hoek en de twee zijdes die aan de hoek vastzitten. Dus dan kan ik die zijde die helemaal aan de andere kant zit berekenen met de cosinusregel. Dus nu kan ik zeggen, even voor de helderheid, hè, dit was in driehoek ABD. En nu gaan we werken in driehoek ABC. We beginnen met de zijde tegenover de hoek, dus AC kwadraat, dat is ook de zijde die we moesten berekenen, is AB kwadraat plus BC kwadraat min 2 keer AB keer BC. En deze twee zijn altijd hetzelfde als die twee, keer de cosinus van hoek B. Oké, nou, we weten alles behalve die AC kwadraat, dus we kunnen het vrij makkelijk uitrekenen. AB kwadraat, 8 kwadraat. BC kwadraat, 7 kwadraat, min 2 keer 8 keer 7, keer de cosinus van die 39,5 puntje puntje. Zo, nou, dit kunnen we gewoon alvast uitrekenen. Dus 8 kwadraat, 8 kwadraat, plus 7 kwadraat. Min 2 keer 8 keer 7 keer de cosinus
van die 39,5 nog wat. En die zat in geheugen A. Dus geheugen A. En dan kom ik uit op 26 2/3. Zie je hoe mooi dat uitkomt? Oké, maar AC is daar de wortel van. Dus nu zeggen we AC is de wortel van die 26 2/3. En dat kunnen we ook gewoon uitrekenen. De wortel van ans. Hè, want die 26 2/3 zit in ans. En dat geeft lengte van, op hoeveel decimalen? 3 decimalen. Zo, 5,164. En pas dus op, hè. Als je hier gaat zitten afronden, dan ga je het hier verkeerd lopen doen. Dus, en sterker nog, eigenlijk hoef je die shift cosinus niet eens uit te rekenen. Want je moet hier de cosinus van hoek B invullen. Dus als je nou gewoon zegt dat de cosinus van hoek B gelijk is aan 37,48, dan kan je die 37,48 hier letterlijk invullen. Het is iets minder inzichtelijk, maar het zorgt er wel voor dat je echt op dit getal precies uitkomt en dat je niet tussendoor afrondfouten kan maken. Maar dat kan je toch al niet, omdat je de slimme methode gebruikt met geheugen A. Oké, nou, dan gaan we ook nog eventjes naar B. Dan zeggen ze, bereken de oppervlakte van driehoek ABC in 2 decimalen nauwkeurig. Oké. Ja. Dat lijkt een beetje op die som 39, maar eigenlijk is het makkelijker, want we weten deze hoek al. Dus we weten de hoek, we weten deze zijde, en we moeten de hoogte uitrekenen. Deze hoogte. Maar als je kijkt naar deze hoek, is deze hoogte de overstaande zijde, en dit stukje hier de aanliggende zijde, en dit de schuine zijde. Dus als ik nou de overstaande en de schuine gebruik met sinus, kan ik die hoogte vrij makkelijk uitrekenen. 40b. De sinus van hoek B, en dit is voorkennis, hè, goniometrie, dat is volgens mij dat eerste blokje voorkennis. Sinus van hoek B is de hoogte gedeeld door BC. En die hoogte wil ik weten, dus net als net, hè, je kan hier een kruistabel van maken. Dus dan zeg je de hoogte is BC keer de sinus van hoek B. Nou, BC is 7 en de sinus van hoek B... Ja, dat is de sinus van die 39,5 puntje graden. Dat kan ik gewoon intoetsen in mijn rekenmachine. Dus ik krijg 7 keer de sinus van die hoek. In de hoek had ik opgeslagen in A. En dat geeft een hoogte van 4,4 puntje. En dit sla ik even op in B. Zo. Oké, en dan die oppervlakte van die driehoek, die kan ik dan gewoon berekenen met een half keer basis keer hoogte. Hè. Dus een half keer die basis is 8 en die hoogte is die 4,4 puntje. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon dit antwoord keer 4, want een half keer 8 is 4. Dus gewoon meteen keer 4, hoeft niet moeilijk te doen. En dat moet 2 decimalen nauwkeurig en dat geeft een oppervlakte van 17,84. Dus, dat is geweldig. Wat een mooie sommen. Nou, dan sluiten we nog even af. Dank u wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.